beginnen met het proberen je verder te verdiepen in wat is nou eigenlijk het spel en de spelers. En we zijn heel erg traditioneel marketinggericht gewend om heel erg in termen van doelgroepen te denken en mensen proberen te begrijpen, maar het is heel lastig om individuele mensen te begrijpen. Digitale media zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk voor een branchevereniging. Tegelijkertijd, het is ook heel erg belangrijk dat leden elkaar in fysieke zin blijven ontmoeten. Dus ik zie digitale media wel als een extra, maar niet als een vervanger van de branchevereniging met de gewone bijeenkomsten. Laat je niet gek maken door al die goeroes die het allemaal weten. En al die adviseurs die dan aan jou komen zeggen hoe jij je community beter kan maken of zou moeten maken. Want als je niet weet welke kant je moet op wil laten gaan, dan heb je aan die adviezen ook heel weinig. Want dan blijft het iets wat buiten je organisatie staat. En het moet in het hart en eigenlijk in de genen ervan zitten. Dat al die organisaties eigenlijk tegen hetzelfde problemen aanlopen. Dus het is ook ergens een beetje een geruststelling dat je eigenlijk dus niet heel erg achterloopt, maar dat iedereen nog zoekende is. En het is heel erg nuttig om daar van elkaar van te horen. Nou, van de sprekers vandaag, ze hebben voor een groot deel bevestigd in hetgeen wat ik eigenlijk al vond. Wij zullen toch tamelijk terughoudend blijven als het gaat over zelf platforms te maken. Wat ik heel verhelderend vond was de aantallen. Want we willen zo graag die 100% bereiken op internet. Maar het gaat je eigenlijk nooit lukken. Maar omdat je zoiets hebt van iedereen zit op internet, dus dan kunnen we ook iedereen bereiken. En ik vond dat tot nu toe zeker het meest verhelderende.